Welkom bij Nox Spellenzolder en dit keer wandel ik weer over de beursvloer van het spellenspectakel en ga ik langs bij de stand van de Game Master. De Game Master is een Nederlandse spellenontwikkelaar en uitgever die wij kennen van titels zoals bijvoorbeeld Fortuna, Cuba, Tsolkin, Imperial 2030, De Alchemist, El Gaucho, Opera en tal van andere titels. Een groot aantal van de titels komen uit de eigen keuken van de Game Master. En daarnaast komen een groot aantal CGE-titels in het Nederlands uit onder het label van de Game Master. Daarnaast zijn er een paar nieuwe spellen die binnenkort vanuit de Game Master gepubliceerd worden. En daar wil ik met jullie even naar kijken. Een van de nieuwste titels is Mombasa. Binnenkort, waarschijnlijk januari, zal deze in de schappen liggen. En het idee van het spel is dat we gaan investeren in de Afrikaanse maatschappij. En dat levert ons punten op. En degene die de beste investering doet, krijgt de meeste punten. Iedere speler heeft zijn eigen spelersbordje en een tiental kaarten waar hij mee begint. En daarmee kan hij verschillende acties uitvoeren. Op je bordje zie je twee sporen, een boekhouderspoor en een diamantenspoor. En daar kun je ook punten mee verzamelen. Er staan hier kleine vlaggetjes tussen met punten. Passeer je zo'n vlaggetje, dan heb je die punten ook alvast te pakken. De kaarten die je gebruikt, iedereen legt tegelijkertijd aan het begin van het spel blind drie kaarten neer. Tenminste, je weet zelf wat je neerlegt, maar je legt de kaarten gesloten neer. Dan draai je het om en dan ga je de acties uitvoeren. De acties voer je hieruit op het hoofdbord. En dan kun je kiezen uit verschillende acties. Investeren in de verschillende maatschappijen. En dan gaan deze huisjes gaan naar Afrika. Dan komen er muntjes zichtbaar. Je kunt aandelen daarvoor krijgen. En dat bepaalt weer hoeveel punten elk gedeelte aan het einde van het spel waard is. Heb je bijvoorbeeld je aandelen hier bij de 2 staan, is het rode gedeelte 3 muntjes waard. Dan heb je hier aan het einde 6 punten verworven. En zo kun je dat dus doen bij alle 4 de verschillende gedeeltes. Verder kun je natuurlijk je selectie van 10 kaarten uitbreiden. Prijs staat op de kaart in combinatie met afgedrukt op het speelbord een waarde. En om dat te betalen moet je daarvoor weer goederen hebben gespeeld in dezelfde hoeveelheid. Dus ik heb nu 2 bananen, dus ik zou een kaart kunnen kopen van 2. En dan kom ik uit op deze kaart bijvoorbeeld. Die is 2 plus 0, dus deze zou ik kunnen kopen. Dus die kan ik later weer inzetten. Verder heb ik een boekhouder gespeeld. Daarmee kan ik dus dat boekhouderspoor gaan bewegen. Dan kan ik weer nieuwe boeken hier vandaan kopen. De boekhouder geeft me in dit geval een optie van 2. En die boekjes leg ik hier neer. Boekjes hebben aan de linkerzijde een hoeveelheid aan goederen staan. Heb je dat open voor je liggen, dan krijg je wat hier rechts afgebeeld staan. In dit geval wat geld. Ik leg het snel uit hoor, er komt natuurlijk nog een uitgebreide uitleg. Passeer je deze vakjes op deze sporen, kun je meer kaarten gaan spelen. En het leukste is, aan het einde van je ronde verdwijnen je kaarten naar de stapels hierboven. Voordat je kaarten erheen verdwijnen, mag je 1 van deze stapels terug op hand nemen. En daarna leg je alle kaarten die je gebruikt hebt hierboven neer. En dat zijn dus acties die je niet meer kan gebruiken tot je ze weer terughaalt. Nou, in de nieuwe ronde kiezen we dus allemaal weer nieuwe kaarten die we neer gaan leggen. Afhankelijk van hoe ver je bent, mag je dus eventueel ook je extra slots gaan gebruiken. En daarna gaan we natuurlijk gewoon alles weer opendraaien. We kunnen de acties daarbij uitvoeren. En dan mogen we 1 stapel terugpakken. Nou, bijvoorbeeld ik wil mijn boekhouder weer terug hebben. En dan gaan deze kaarten weer naar die 3 stapels toe. En zo moet je een beetje managen hoe je je kaarten gaat spelen. Maar dat is heel in het kort het mechanisme van Mombasa. Binnenkort bij de Game Master beschikbaar. Verder was er een gloednieuw spel te zien wat nog in ontwikkeling is, genaamd Rodos. Het prototype was hier op het spellenspectakel te spelen, samen met de bedenker. Ik wil jullie kort alvast even meenemen door wat dit spel ons gaat bieden. En hou in achterhoofd, dit is allemaal nog een prototype, dus de spelonderdelen zijn nog vrij grof. In principe is Rodos een expert spel, maar dan light, met als basismechanisme worker placement. Elke speler heeft 2 workers waarmee hij diverse acties kan doen op het hoofdbord. En de acties zijn het produceren van goederen, hier op de markt wat geld verdienen, wat overwinningspunten kopen. Je kunt natuurlijk jouw eigen boerderij
uitbreiden met nieuwe tegels door deze actie. Maar de leukste actie hebben we hier aan de linkerkant en dat is de haven. Als je daar een arbeider plaatst, kun je goederen kopen van de boten. Dit spel is gespeeld, dus het ligt een beetje door elkaar. Je ziet gewoon bij elke boot een bedrag staan. Dat is de prijs die je betaalt voor elk goed op de boot. Vanaf de boten plaats je de goederen in jouw opslag. Elk opslag heeft 10 opslagruimte. En zodra je wat goederen in jouw opslag hebt verzameld, kun je de opdrachten hier voltooien. En dat is eigenlijk waar het om te doen is. Want deze opdrachten, die geven ons nieuw geld en overwinningspunten. Dit bijvoorbeeld kost mij een graan, een olijf en een geitenkaas. En dan krijg ik 5 geld en 5 overwinningspunten. En uiteindelijk degene met de meeste punten gaat de winnaar worden. Het spel is in ontwikkeling, dus dit is nog een prototype. De verwachtingen zijn dat het uiterlijk voor Spiel 2016 bij de Game Master te verkrijgen is. En ook even leuk, ik heb de maker hier links van me staan, Pieter. Hij is de man die het spel bedacht heeft. En dan hebben jullie ook een keer een gezicht bij de bedenker. En zo heb ik jullie weer een blik kunnen laten werpen in het vat van de titels die binnenkort bij de Game Master verkrijgbaar zijn of momenteel ontwikkeld worden. En er zijn natuurlijk nog meer titels op komst. Ook bij de stand van de Game Master, konden jullie zien, was het razend druk en dat is altijd gaaf om te zien. Ik wil jullie allemaal weer hartelijk bedanken voor het kijken en tot het volgende spellenspectakel.